We zijn hier bij een medisch bedrijf dat zeer innovatief bezig is op het gebied van traumatologie en orthopedie. Nou, en vandaag gaan we ons toespitsen op twee unieke producten. En dit is nou één van die unieke producten, maar wat houdt het in, Stefan? Kun je mij helpen? Nou, dit is een disposable bloedleegteband. Dat wordt eigenlijk gebruikt om zeg maar, een bloedvrije veld te creëren als de arts aan het opereren is. Ja? Je kan hem even bij je hand doen. Dan houdt de hand zo. Ja? Ja. En dan trek ik hem over je pols heen. Ja. Oeps! En wat is nou zo uniek aan dit product? Nou, Hemaclear is een bloedverwijderend steriel tourniquet. Het is eigenlijk een alles-in-één product. En het verbetert de klinische prestaties van de arts, omdat hij zeg maar, een beter zicht heeft op zijn werkveld. En het bespaart ook nog eens tijd in de operatiekamer. Ja, dus dat je bloedvrij kunt opereren. En straks gaan we kijken bij een operatie waar dit product gebruikt wordt. En wat voor operatie is dat dan, Johan? Dat is een middenvoetoperatie, waarbij wij gaan realiseren als je een breuk hebt, wat ik hier aan kan wijzen, een breuk hebt in je middenvoet, zeg maar even. Dan moet je zorgen dat er voldoende compressie is over de gehele lengte van de breuk. Ja. En dat gaan we realiseren met deze compressieschroef. Maar de operatie vindt niet hier plaats, waar gaan we naartoe? Nee, we gaan naar Bergen-op-Zoom en daar vindt een operatie plaats waar deze producten gebruikt worden. Goedemiddag. We gaan goed voor u zorgen. We gaan zo eventjes met, als iedereen er is, nog eventjes wat vragen met u doornemen en dan gaan we beginnen. Oké, ja? Ben klaar voor. Goed zo. Het voordeel, we hebben nu een nieuwe schroef is ontwikkeld die eigenlijk die twee vlakken, want het voornaamste is dat je die twee vlakken die je creëert goed tegen elkaar aandrukt, dat het vast gaat groeien. Vaak heb je dan toch last van een schroefkop die uitsteekt. Ja. Deze schroef ligt zeg maar verzonken in het bot en die geeft hele goede compressie. Hij gaat er in een schuin vlak in en daardoor trekt hij dat hele vlak er eigenlijk naartoe. Hoe belangrijk zijn nu eigenlijk deze nieuwe ontwikkelingen voor jullie? Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd belangrijk. Het houdt ons scherp in het vak. En we merken dat op een gegeven moment operaties technisch makkelijker uitvoerbaar zijn. En wat ik zeg, dat komt ook ten goede voor de patiënt. Kraakbeen op. Hè. Kraakbeen groeit niet aan elkaar, dus je moet uiteindelijk gewoon twee vlakken creëren die goed uit bot bestaan. Ja. En dat kan aan elkaar vastgroeien. Ja, het kraakbeen is er tussenuit. Ja. Nu gaan we aan de ene kant deze schroef plaatsen. Ja. Die houdt zeg maar dit hele botstuk vast. En dan gaat deze schroef die gaat hier doorheen. En je ziet dat dit is een aparte schroef. Want dit is een schroef die niet overal de windingen heeft, maar die windingen houden op. En dan krijg je dus zeg maar een trekschroef, dus die trekt dit gedeelte. Nou, dat was het dan weer voor deze aflevering van Medical Travel. Heel graag tot volgende week.